In deze nieuwste vlog wil ik het gaan hebben over de organisatiestructuur van de kunstwereld. En hoe ziet dat er precies uit? Dat is een zogenaamde top-down structuur. In die kunstwereld zie je dat er van bovenaf zaken worden opgelegd die langzamerhand doorcijpelen tot de galerieën en musea en die eigenlijk geen enkele weerstand ondervinden daarbij. In dit geval is de top van de top-down structuur het OCW, oftewel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een heel aantal voorbeelden zijn er te noemen, maar ik zal er een paar nu laten zien. Het gaat erom dat bijvoorbeeld de term cultureel ondernemerschap. De overheid heeft bedacht dat kunstenaars cultureel ondernemer moeten worden. En dus zie je dat alle instanties die onderdeel uitmaken van de kunstwereld dit één op één overnemen en ook vervolgens dat gaan verlangen van de kunstenaar. Een ander containerbegrip is het eigenlijk, is de term verbinding. Kunstenaars moeten vanuit overheidswegen de verbinding aangaan met het publiek, ook als ondernemer natuurlijk, want dat zou beter werken. En ook dat zie je dus zijn doorgang vinden binnen de kunstwereld. En een derde voorbeeld is de zogenaamde diversiteits-eisen die er eigenlijk worden gesteld door de overheid aan kunst. Zoals laatst in het NRC stond, musea of de kunstwereld moet minder wit worden. En dus nemen ook al die musea en galerieën en andere instanties dat over. De tegenhanger van een top-down organisatie is natuurlijk een bottom-up organisatie. En daarbij is de structuur dus eigenlijk omgekeerd. Daarbij ontstaan vanuit de onderlaag allerlei sentimenten en artistieke doelen die langzamerhand zouden meer vorm zouden moeten krijgen in de hogere lagen van de organisatie. En nou ja, binnen de kunstwereld zie je dat laatste dus niet gebeuren. Daarvan zou je kunnen zeggen, is dat zo fout? Het is misschien niet een kwestie van goed of fout, maar is het een realistische weergave van wat er gebeurt op gebied van kunst in Nederland? En wat is dan de functie van de kunstwereld daarin? Moet de kunstwereld niet eigenlijk laten zien dus wat er op het gebied van kunst allemaal gebeurt in Nederland? Maar zo werkt het allemaal niet. Er worden dus ideeën van hogerhand door voornamelijk het OCW doorgevoerd die kunstwereld overneemt en vervolgens op zoek gaat naar kunstenaars die binnen dat kader passen. Men gaat dus niet op zoek naar alle andere dingen die ook nog gebeuren in de kunst. De dingen die er dus worden doorgevoerd hebben heel weinig met kunst te maken. In ieder geval niet met wat er onder kunstenaars leeft. Een van de kwalijke kanten daarvan is ook nog dat het vooral met geld te maken heeft. Hoe kan het dat het OCW er zo in slaagt om die doeleinden zo goed door te voeren in die kunstwereld? En dat komt natuurlijk door kunstsubsidie. Galeriehouders en museumdirecteuren die dus zich opwerpen als een soort beschermer van minderheden of die het ondernemerschap graag willen steunen omdat ze dat zo'n goed idee vinden, die kletsen dus in wezen uit hun nek. Het is puur overheidsbeleid wat ze uitdragen, waar ze niet zelf op zijn gekomen, maar wat ze uitdragen. Dat heeft allemaal te maken met geld. Als je de criteria die de overheid hanteert voor kunstsubsidie, als je die niet volgt, dan heb je een grote kans dat je die subsidie niet meer krijgt. Dus het is ook nog eens een valse voorstelling van zaken dat er ondernemerschap nodig zou zijn of verbinding of bijvoorbeeld meer vrouwen of meer zwarte kunstenaars in de kunst. Het gaat alleen maar om geld.
Dat is mijn grootste bezwaar dus eigenlijk. Dat die organisatiestructuur van de kunstwereld ertoe leidt dat er allemaal dingen over kunst worden beweerd. Waarvan de noodzaak ook wordt beweerd. Die helemaal niet ontstaan zijn uit de kunst zelf. Als het gaat bijvoorbeeld over een vrouwenquotum in de kunst. Wat ik vandaag dan las in de Volkskrant. Dat een heel aantal musea zich daar nu aan gaan houden. Dan zou je ook weer kunnen, dat zou je zien, daarvan zie je ook weer dat dat een top-down element is, zeg maar. Er zijn niet een aantal vrouwen die bij elkaar zijn gekomen en gezegd hebben van wij willen meer, dat onze kunst meer gezien wordt en we gaan dat nu afdwingen op een of andere manier. Nee, het is andersom. Het is vanuit hogerhand opgelegd dat zij meer ruimte moeten krijgen in musea. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als, als we in Nederland een pers hadden die dit kritisch volgt en ook de andere kant hiervan liet zien. Of kunstenaars aan het woord zou laten die hier tegen zijn. Tegen die hele organisatiestructuur misschien, maar ook tegen die specifieke elementen die ze dus doorvoeren. En die hebben we in Nederland niet. We hebben eigenlijk te maken met een pers die het kunstbeleid van de overheid niet kritisch volgt. Of in ieder geval nooit bekritiseert. Zo zie je dus dat museumdirecteuren, galeriehouders, hoofdredacteuren van kunsttijdschriften, die kunnen allemaal hun eigen visie in die kranten openbaren. En zonder een kritische vraag te hoeven verwachten. Dat zou mooi zijn. Als er meer journalisten zouden zijn die kritisch kijken naar de kunstwereld. En ook kijken naar de kunst die zich afspeelt buiten de kunstwereld om. Want dat is wel het grappige. Hè? De kunst die nog voor de meeste ophef misschien. Maar ook voor de meeste discussie en debat zorgt. Dat zijn eigenlijk altijd kunstenaars die buiten de kunstwereld functioneren.